Het einde van een tijdperk in de Wiegense friterie. Volgende week definitief nieuwe OV-stakingen. En nieuwe straffen uitgedeeld in zaak voetbalrellen NEC Vitesse. Voor wie in Wiegen wel eens een friesje eet, zal de naam Le Poutre vast niet onbekend zijn. Het familiebedrijf heeft er 3 vestigingen zitten en bakt al 60 jaar de lekkerste snacks. Maar dat gaat veranderen, want de zaken zijn verkocht aan de landelijke keten Bakhuis. De vertrouwde naam blijft voorlopig nog op de gevel staan, maar aan het familiebedrijf komt toch echt een einde. In maart afgelopen jaar zijn Robert Le Poutre en Roland Pansier benaderd door het Bakhuis met de vraag of zij interesse hadden om de zaak te verkopen. Bakhuis groeit snel en wilde gelijk 4 cafés overnemen. En vanwege een aantal redenen leek het de eigenaar een goed moment om het stokje over te dragen. We worden 58 en 60. We hebben geen opvolgers, dus dan op een gegeven moment hebben we elkaar diep in de ogen gekeken en zeggen we springen op die trein die voorbij komt. Van het een kwam het ander. Het is natuurlijk een proces van maanden geweest in gesprek met elkaar. Maar einde van dit jaar, rond november, december, hebben wij in december eigenlijk de laatste handtekeningen gezet. En hebben wij besloten om dat te gaan communiceren. En vandaar dat we hier staan. Dat communiceren met de medewerkers was niet makkelijk voor de eigenaren. Het moment waar ik het meeste knoop van in mijn buik heb, was afgelopen maandagmorgen dat ik het met medewerkers en zondagavond met medewerkers moest vertellen. Emotioneel. Maar we hebben ook hele diepe dalen gekend met, wil ik ook refereren, 8 overvallen die we meegemaakt hebben in de laatste 20 jaar. Dat zijn de dieptepunten. En de hoogtepunten zijn de feestjes die we met elkaar gevierd hebben, het lachen, de geboortes die geweest zijn hier, de mensen die 25 jaar in dienst waren, 40 jaar in dienst waren. Openingen van zaken, verbouwingen van zaken. Dat zijn de hoogtepunten zakelijk. Hè. Dat, mijn vader die is in 2013 gestorven. Ik moet zeggen dat ik een foto heb ik daar staan en graven in zo'n kastje en in het restaurant. En ben ik wel een paar keer langs gelopen voordat ik mensen ging inlichten. Dat heeft veel impact. Emotioneel zitten wij in een, noem het maar een beetje rouw. En rationeel zeggen we dit is verstandig. Voor de grote groep medewerkers die we hebben. En voor onszelf en voor de oude dag. En geen opvolgers. En ja, het is een vrij zwaar beroep. Je hebt het niet over 38 uur in de week, maar eerder van 60, 70. En dat hebben we 30 jaar gedaan. De 2 mannen behouden hun plekje in Os nog wel, maar ook daar hebben ze nieuwe plannen mee. Het is nu nog een restaurant cafetaria en daar willen we wat meer cafetaria gaan spelen. Zeg maar. Of meer cafetaria gaan doen en wat minder restaurant. Dat is een beetje de intentie. Dus als je het ziet, als dit het restaurant is en dat de cafetaria, dan willen we de cafetaria wordt wat light. En een restaurant, het moet een luxe snackbar worden waar je gaat uit eten. Ook service aan tafel krijgt, maar wel één zaak, niet 2 verschillende afdelingen meer, zeg maar. Er komt dus een nieuwe eigenaar voor de frietent, maar veel veranderen is nog niet de bedoeling. Bakhuis heeft gezegd dat ze, dat is de afspraak, dat ze niks veranderen. Kijk, kan de leverancier zou kunnen veranderen, maar ze gaan met dezelfde mensen door, de gezichten per zaak blijven hetzelfde. Als die mensen ook voor hun nieuwe werkgever willen blijven werken, dat is natuurlijk altijd... De vraag, maar de komende maanden zal dat zich gaan zetten. En voor de rest gaan ze niks veranderen. En zeker de eerste 1,5-2 jaar niet. En dan moet je denken aan assortiment of dat soort zaken. En tot slot heeft Le Poutre nog een afscheidswoordje. Ik wil in ieder geval gebruik maken van deze situatie nu we met jullie hier staan. Om onze klanten die al 60 jaar trouw bij onze frikandel of kauwgombal zijn komen halen. Te bedanken voor hun trouw. En voor hun klandizie, want zonder onze klanten bestaan wij natuurlijk niet. En daarnaast natuurlijk ook aan al onze medewerkers voor hun trouwe dienst, waar sommigen 10, 20, 30 jaar bij ons in dienst zijn. En wij hopen en we vertrouwen erop dat wij een goede opvolgers gevonden hebben, zodat zij hier kunnen blijven werken. Dank u wel. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Straatintimidatie. Veel vrouwen hebben hier last van, maar helaas beperkt deze intimidatie zich niet alleen maar tot de straat. Zometeen meer. Op de Sint-Annastraat in Nijmegen is woensdag aan het begin van de avond een zwaar ongeluk gebeurd waarbij meerdere gewonden zijn gevallen. Een personenauto is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en op het naastgelegen fietspad beland. Tientallen meters verderop sloeg de wagen over de kop.
Volgens de politie ter plaatse is de bestuurder gewond geraakt, net als 3 fietsers. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Zowel de bestuurster, een vrouw van 54 uit Veghel, als de 3 fietsers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De kans is groot dat er volgende week donderdag 19 en vrijdag 20 januari wordt gestaakt in het busvervoer van de regio Nijmegen. Komende dinsdag is er nog overleg tussen de werkgevers van de busmaatschappijen en vakbond FNV, maar de standpunten liggen ver uit elkaar. Als de partijen niet nader tot elkaar komen, is een 2-daagse staking onvermijdelijk en liggen er binnenkort nog meer stakingsdagen op de loer. Zetten gaat dan toch een nieuwe wanmolen krijgen. De gemeenteraad van Overbetuwe heeft inmiddels ingestemd met de sloop en nieuwbouw van het multifunctionele centrum in het dorp. Hiervoor is maar liefst 12 miljoen euro uitgetrokken. Volgend jaar zal de sloop van het huidige pand beginnen en in 2025 start vervolgens de nieuwbouw. In barre weersomstandigheden heeft NEC woensdagavond afgerekend met Almere City. In het Jan Marsstadion werd het 0-4 voor NEC, net als 2 jaar terug in de play-offs. Uitblinker aan de kant van de Nijmegenaren was Oussama Tanane. Met een vrije trap en een assist had de middenvelder een belangrijk aandeel in de score. De volgende wedstrijd voor NEC staat zondagmiddag gepland. De Nijmegenaren spelen dan in Arnhem de beruchte derby tegen Vitesse. En vlak voor deze derby zijn enkele geilschoppers nog veroordeeld voor hun aandeel in de rellen naar de vorige derby, vorig seizoen in het Goffertstadion. Sinds deze rellen zijn er in totaal 51 mensen aangehouden als verdachten. 4 van hen moesten zich deze week verantwoorden voor de rechter. Ze kregen alle een straf opgelegd. De zwaarste straf was 4 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk en een geldboete van 50.000 euro voor de persoon die een politiebusje aan Goort sloeg. Het is niets nieuws dat straatintimidatie steeds vaker voor lijkt te komen, ook in een stad als Nijmegen. Vooral vrouwen hebben er last van dat mannen hen in uiteenlopende vormen lastigvallen. Maar dit gebeurt niet alleen op straat. Sterker nog, zo'n 62% van de gevallen vindt plaats in het uitgaansleven. Het team van Beeldbrengers ging hierover in gesprek met het personeel van Café van Rijn. Wat beschouw jij onder intimidatie? Ik denk vooral als iemand zich niet fijn voelt bij een actie van iemand anders. En als het dus intimiderend overkomt, dus dat je er niet prettig bij voelt. Intimidatie is voor mij iets waarin mensen, vooral vrouwen wat ik vaak tegenkom, maar vooral mensen zich al geheel lastig worden gevallen en dat ze het niet willen. Vroeg me eigenlijk af of dat jij het wel eens hebt meegemaakt dat jij geïntimideerd werd als je hier achter de bar staat. Jawel, zeker wel. Bedreigd met het uitzetten van mensen. Wij hebben redenen om mensen eruit te zetten als ze vervelend zijn of ons personeel lastigvallen. Wij moeten bij het werken moeten we glazen lopen. Dat houdt in dat je een hele stapel glazen onderweg meeneemt omdat je die terug moet brengen naar de bar. Omdat die dan weer gespoeld moeten worden voor nieuw gebruik. Tijdens dat lopen zijn er wel eens momenten dat je niet heel prettig voelt. Niet per se seksueel of zo, maar wel dat mensen denken dat ze meer bepalen dan dat jij bepaalt. En dat geef ik eigenlijk ook gelijk aan. En er wordt of gewaarschuwing gegeven of er wordt gelijk iets mee gedaan. En komt het vaak voor dat er bijvoorbeeld iemand naar de bar komt omdat er bijvoorbeeld iets gebeurd is, een incident, en dat ze dat dan bij jullie aankaarten? Nou ja, niet per se vaak. Ik denk dat wij wel publiek hier hebben lopen wat op zich wel heel gezellig is. En ja, hierheen komt echt voor de gezelligheid. We hebben ook altijd bewakers staan en de bewaker die kijkt ook wel altijd heel goed naar of die persoon student is en of die niks heeft gebruikt wat hij niet mag gebruiken of bij zich heeft wat hij niet bij zich mag hebben. Maar het is natuurlijk wel eens voorgekomen, helaas. Absoluut. Helaas te vaak. Maar dat is eigenlijk altijd zo. Relatief weinig jongens of mannen. Maar die geven nog wel eens aan dat de mensen vervelend staan te doen. Glas een stuk te gooien op de grond. Maar toch vaak vrouwen die zeggen, vaak voor hun vriendin. Zelf durven ze niet altijd. Maar vaak dat vriendinnen op de bar komen. Die jongens daar, die zitten me heel raar aan te kijken. Die zitten aan haar, zitten aan mijzelf. Gebeurt toch net te vaak. Wat doe jij dan als een vriendin bijvoorbeeld van iemand zegt van hey, die gasten zijn heel vervelend. Ga je daar gelijk op in of doe je daar gelijk iets aan? Nou, we letten toch echt op om te zorgen dat we de kroeg in de gaten houden. En dat eigenlijk voor de deur al uitsluiten. Dat de mensen überhaupt binnen staan. Mocht het wel zo zijn, dan luisteren we altijd direct. Zeker als er een meisje naar ons toe komt, meisje of vrouw naar ons toe komt. Dan willen we er gelijk voor zorgen dat we gelijk klaarstaan. Als zij dat aangeeft, dan is het op dat moment ook echt zo. Dan kunnen wij niet achter de bar zeggen, wij vinden dat dat niet is. Nee, als zij er last van heeft, heeft zij er ook echt last van. En dan willen we haar gelijk helpen.
Het was een behoorlijk troosteloze bedoeling vandaag wat betreft het weer. Het was onstuimig en aan de regen leek geen einde te komen. Toch komt dat er wel, want morgen belooft het een stukje beter te worden. De nodige buitjes zijn morgen zeker niet uitgesloten, maar tussendoor zijn er ook genoeg droge periodes en laat de zon zich ook nog even zien. Ook de wind zal in kracht afnemen en de temperatuur komt uit op zo'n 9 à 10 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig, met op zaterdag opnieuw een vrij natte dag. Ook volgende week blijft het wisselvallig, maar dan zakken de temperaturen ook langzaamaan en krijgen we zelf weer te maken met de nodige nachtvorst. Tot zover het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op onze YouTube-kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar een aflevering van De Streek In. En wij zijn morgen weer bij u terug. Graag tot dan.